Minister Riyad Nur Mohammed van het ministerie van OW heeft zich gisteren persoonlijk georiënteerd bij de vreedzame markt en de marktverkopers de geruststelling gegeven dat zij niet worden ontruimd. Ook bezocht hij diverse stands en het omliggende gebied. Eerder deze maand werden de marktventers ook ontvangen op het OW-ministerie voor een stakeholdersbijeenkomst. Het ligt in de bedoeling om het gebied langs de waterkant tussen de Waag en het gemaal van de Jodenbreestraat volledig te herinrichten. Een cultuurboulevard zal daarbij worden ontwikkeld met inachtname van de wensen van de lokale stakeholders en OW. Tijdens een gisteren gehouden meeting met de Anti-Money Laundering Steering Council en de Project Implementation Unit is er update gepresenteerd van alle activiteiten die er de afgelopen periode verricht zijn om stappen te zetten in het adresseren van de hiaten in het Surinaamse rechtssysteem. Met name is gesteld om de acties met de hoogste prioriteiten als eerste te adresseren. Als land hebben we het target gesteld om in november dit jaar op de laatste plenaire vergadering van de CFATF een update te geven van de stappen die Suriname zet om de hiaten in het landenevaluatierapport te adresseren. Het ministerie van LVV heeft de leerlingen van de Alexander Swiet School enige landbouwkennis bijgebracht. Vandaag kregen de leerlingen van leerjaar 8 informatie van landbouwvoorlichters hoe zij onder andere gewassen moeten uitzaaien. Van het aangeleerde zullen de kinderen een werkstuk maken. De kinderen en hun begeleiders kregen na de infosessie een rondleiding in de hydroplantenkassen van het ministerie.